Dus nu nodigt een vriend van mama naar een Antilliaanse feest. Hij zegt met caché. Ik zeg direct ja, want ik heb goede dingen gehoord van caché. Dus ik ga direct mee. Ik zeg oké, okay, wanneer? Hoe laat? Permis? Hey, permis komen. Waar moet ik komen? Zaterdag. Ik zeg oké, okay, is goed. Hoe laat? Waar? Ja, bij mij. Kom maar alle dag gaan we samen. Ik zeg oké, okay, is goed. Hey, vrijdag naar de stad. Juk kom. Outfitje gehaald. Snel, snel. Oké. Okay. Ik ga hem ophalen zaterdag. We gaan... We rijden naar Soetermeer. Oké, okay, oké. Okay. We komen daar. Ik ben direct een scanner. Mannen zijn scanners. Trrr. Ik kijk, ik kijk, kijk. Ik zie 20% vriezers. En 80% tienen. Ik zeg, oké. Okay. Want vriezers zijn er altijd. Mensen die je niet wilt, Die weet je niet in de koelkast. Die moet je in de vriezer zetten. Die... Weet je, die zijn altijd met hun. Oké, okay. niet erg. 20% kan ik mee leven. Wij naar binnen. Maar toen ik binnenkwam zag ik al een paar dames. City. Een groepje van zes, zeven. Tienen. Alleen maar tienen. Geel op geel op geel. Rood op rood op rood. Mooi. Ey, haar gedaan. Ja. Mooi, mooi, mooie dames. Tien. En staan. Ik kijk contact, Ik heb oogcontact in de groep. Dus ik dacht, oké, okay, ik wenk mijn mattie. Mijn zegt, um, wat is er? Ik zeg, kijk die groepje daar. Maar hij deed een beetje stroef. Hij zei van, laat dat. Weet je, we gewoon gaan feesten. Ik zei, wat is er? Nou, ik zie die vrienden van Chulo ofzo. Ik zei, wie is Chulo? Ja, een boys, boy. Zijn familie is hinderlijk. Want schijnbaar is niet één aantal Jan hinderlijk. Heel zo familie is hindelijk. Ik zei tegen hem: dat is het, ik wil gewoon mijn ogen lekker. Hij zei: oké, okay, maar het gaat niet hinderlijk doen. Ik zei: oké, okay, ik ga drinken halen. We gaan naar de bar. Maar ineens, ik ga mijn drinken halen, ik bestel voor mij: bap, er gaat de hert uit, de, uit die systeem. Een manke hert gaat uit de groep. Ze loopt richting mij. Ik denk, oké. Okay. En eens komt ze naar me toe. Naast me staan zo. Ik zeg tegen haar, oké. Okay. Dit is mijn kans. Ik zeg, hoe gaat het? Goed met jou? Ja. Uh, uh, bij alleen. Zogenaamd weet je nooit iets. Nee, ik ben met mijn vriend. Ik zeg, oké. Okay. Zo, so, so, jullie zien er echt leuk Mag ik jullie een drankje aanbieden? Voor de rest niet. Ze zei, ja, waarom niet? Oké. Okay. Bij de drink. want we zijn geen VIP. Dat zijn 15 euro. Dus we kunnen delen. Dus ik geef het aan hem. Ik geef het aan een uh, ander. Pap, zes stuks. Oeps. Ze dronken niet bepaalde wijn, wijn, wijn dingen. Vind ik niet erg. Geef. Maar nu moet je wachten. Want die vijf minuten duurt lang als je moet wachten. Ik, gaan, ik ga terug naar die mattie van mijn pap. Ik zie oh, contact. Oh, in plaats van één, twee. Bingo. Onder de B. Nu gaan we verder. We praten, we praten. Hij begint weer te doen alsof zijn vinger in zijn billen zit. Ja, chulo, Ik zeg, hey, vrede beest. Dat doet een man, man. We doen toch niets? We praten gewoon. Oké, okay? maar nu komt er nog één een erbij. Een elf. Als je het er zag. er laden niets op deze. Beauty and the Beast, niets. Ei, hey, een echte anti. Dus, met een ketsoet. Die ketzoet had niets op haar. Ze was in die ketsoet. Dus ik dacht, eh, ik weet ze Hij zegt, nu wordt hij helemaal, nu wordt hij boos op mij. Guy, dat is die vriendin van Tjoel. Ik zei, hé. Hey, weet je wat? Want ik zie dat je als een mascotte gaat doen. Ga daar staan. Ga bij Tjoel staan ik denk in ieder geval hey vrede beest mag niet uit. ik ga gewoon ik ga mijn ook lekker oké okay, nu ga ik weer naar de bar ook bij de bar sta ik denk van oké okay. ik wacht tik op de schouder ik denk het is die matie van me. ik draai me om die dame sowieso denk ik alleen maar nu vangen hè? ik heb gevangen ze zegt tegen mij: Ja, hoe, uh, uh, ik wil je wat vragen. Ik zei: Je mag me alles vragen. Hoezo? Yo! Ik dacht: hey, Al wou ze me helemaal zakken legaal, ik zou er geven. Ze zegt ineens tegen mij: van, Ja, een vriendin van me wil je leren kennen. Ik zeg: Welke vriendin? Want wij zeggen altijd welke vrienden Maar het maakt helemaal niet uit welke vriendin. Ze zegt die ene daar. Zo wijs die elf. Ik dacht: Hé. Hey, Piep, chulo, Deze ga ik echt wel nemen. Ze zegt, mag ze je nummer? Hé, hey, voor je de... Ik had een onderlegger gepakt. Ik weet niet voor waar ik een pen heb gekregen. Ik had zelf mijn ping geschreven. Zo snel was ik. Mijn MSN. Hè? Mijn hotmail. Alles. Ik dacht, zeker hè? Want je kan deze niet missen. Ik geef haar de Ik zeg, laat we me nu bellen. Mijn telefoon is nu vol. Ik wacht. Ze zegt, het komt helemaal goed. Ik, 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 ben, ik, ik hoef niets meer te doen. Maar dag kan niet meer stuk. Ik ben, ik ben rustig. Ik sta weer in mijn hoek. Maar ja, we moeten weer drinken halen. Nu, nu dacht ik van, weet je wat? Ik ga zelf. Want hij doet te lang. Ik ga naar daar. Vijf minuten. Ik voel een getik. Ik denk, oké, okay, wie is dit nou weer? Pap, ik chulo. Denk, kijk eens. De Trotterij hier. Een, een anti met een bril in de disco. Dat is sowieso een probleem, want ik, je, bent, je bent niet aan het kijken naar andere vrouwen. Je bent met een zonnebril in de disco. Probleem. In ieder geval. Pa. Ik kijk naar Chulu. Ik denk, dit is een voedoe-relatie. leek lijkt op... Hij eh, lijkt op Freddy Krueger's neefje -kru gemixt met The Beast. Ik denk... Nou, dit kan geen Chulu zijn. Hij zegt, ja... Weet ik veel, ja, weet ik veel wat ze zei. Ik zeg tegen hem, oké... Praat Antilliaan. Ik zeg oké. Okay. Ik ben Suriname. Praat Nederlands gewoon. Want ik versta je niet. Maar ik heb altijd drie woordjes. die ik, Als ik die zie. Ik ga weg. Ik ga direct weg. Want daar is hij echt niet toerekeningsvatbaar. Hij zegt Mariko. Ik zeg hé hey, praat gewoon. Ik ben geen Mariko. Dat moet je nu onderhand wel weten. Nu wordt hij nog bozer. Hij, in ieder geval. Hij gaat verder. Hij zegt. Biden, hey, geen ene Biden kon je voor niks. Ik ben helemaal niet, je gaat niemand uitschelden, broeder. Ik heb niets gedaan. Ja, je hebt mijn vriendin. Ik zeg, wie is je vriendin? Ik weet het wel, maar we moeten het altijd sluipschutten. We kunnen niet direct zeggen wie we gaan schieten. Hij, komt, hij, wijst, hij wijst die elf. Ik, denk, ik zeg, nee, ik heb die, die telefoonnummer niet aangegeven. Ik heb het aan de vriendin gegeven. Nu komt die dame, want Antilliaanse dames raken direct in paniek. Dus ze komen hunzelf verdedigen. Het was aangezet, maar ze komt toch. Gelul. Ze zegt van. Eh. Uh, ze praat in het Antilliaans. Loopt ze ineens weg? Dus ik weet niet eens wat ze heeft gezegd. Nu kijkt die man me. Oké, <coughs> oké, okay, okay, awel, awel. Wara. Dat is een zijn voor een Surinamer. Als een anti zegt wara, dat betekent we gaan huis. Ja, atorikba. ba. Want dan gaat hij iets doms doen. Dan gaat hij ook nog op peppers. Want dat hebben Antilliaanse mannen die, die die naam hebben. Op peppers. I know you, Gaiki. Alleen maar troep zeggen ze om, om op te peppen, om troep te doen. Ik denk, kijk, iets weer. Ineens, ik draai me om om iets te zeggen. Hij is gewoon door een nooddeur. Ik denk, ah, oh boy, die is serieus, hij is serieus. Dus ik denk, ik kijk naar die mattie van me. Hij ja, we kunnen bij. Hij speelt mascotten voor die andere team. Ik dacht, hé, hey, jij moet sowieso niet met me praten. Want jij bent sowieso een. Yeah, jij bent een Bulenski. Pat, hij zegt, Ik zeg, weet je wat, laat me geen problemen zoeken. Ik ga naar, ik ga naar de auto. Ik zie in hem wegrijden. Ik denk, deze man is serieus boos om een vriendin die mij zocht. Maar even iets. Als je zo lelijk bent, Tom, En Je hebt zo'n mooie vriendin. Dat noem ik een voedselrelatie. Jij verwacht dat die dame naar niemand kijkt. Ze moet blind zijn. Echt, want. Je hebt. Hij had de hele battle Hij had. Heel hier was gouden tand. Hij had zijn okselmouw in zijn broek gestoken. Een riem erop. Dikke gouden ketting. Nike Air Max. Brada. Je kan niet verwachten dat een chickie. die zo. Dus, die chick is een tien, hij was een min tien. Er is geen balans, er is helemaal geen balans. Dus, je gaat er hoe dan ook soms, ja, ze moet toch ook kijken. Dus, ik snap, en Anthony zei: jaloerse mensen, vooral zulke mannen, want hun denken van ze kunnen kunstjes met hun mond. Ik kan kunstjes gewoon door te staan. Dus, ik begrijp. Ey, voedsel relaties toch? No doe. Je gaat er kwijtraken als je op de beast like Beauty is er niet. Het is een tekenfilm, mensen. Het is een tekenfilm. No doe. Jezus, Joko. Bijna was ik dood door een beast.